Zo, we zijn vandaag in Beringen bij Diederich in de Meervalshop. Zeg, Diederich, hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om een dergelijke speciaalzaak te openen? Goh, dat is eigenlijk begonnen. Een kameraad van mij die heeft contact bij mij opgenomen. Van Diederich, als we dat eens zouden doen in België, dan zijn we de enigste. En zijn we met twee begonnen. Die is een hangaar. Die had dan ook zo krei beroken. Zijn we daar begonnen. Maar dat liep al vrij gauw uit de hand. En mijn kameraad die wist er eigenlijk niet zoveel van. En die zei van, weet je wat Diederich, doe jij het volledig. En heb ik de hele boel overgenomen. En zijn we een winkel begonnen. En dat is altijd maar uitgebreid. Totdat we hetgene hebben wat we nu hebben. Hè. En dat is, naar mijn mening, toch een vrij uitgebreide collectie. En gespecialiseerd natuurlijk met de nodige kennis. Hè. Het ziet er super uit. Hè. Als ik zo zeg, wat zijn de sterke kanten van jullie? Wat zijn de sterke punten van uw shop? Van deze meervalshop? Dat is eigenlijk vrij simpel. Ik doe dit puur uit hobby. En als ik andere mensen kan begeleiden of kan helpen met hun droommeerval of een meerval te vangen, dan ben ik al een gelukkige mens. Ik vind niet dat je zo'n zaak moet doen om het groot geld te verdienen. Dat gaat je nooit niet hebben, want het is zo'n beperkt publiek. Er zijn zoveel mensen die dat eens willen proberen. Totdat ze een gevangen hebben en dan stoppen ze ermee, spijtig genoeg, omdat het zo extreem is. Hè. Nu, wat ik persoonlijk ook wel een sterk punt vind van de shop, is dat je werkt op afspraak. Mij lijkt het als je werkt op afspraak, dat je ook alle aandacht en energie in die klant kunt steken. Ja, dat is de bedoeling. Als er iemand komt en je zegt aan de telefoon, ik heb graag uitleg nodig over het afspannen, onder water, dobbers, het bellyboot vissen, het boot vissen, dan weet ik ongeveer van ik heb zoveel tijd nodig en dan plan ik die mensen in. En dan zal er ook niemand anders aanwezig zijn in de winkel. Dus dat is echt man op man of man op vrouw. Dat die klant wordt verder geholpen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Super eigenlijk. Ja. En zou ik zeggen, wat zijn zo ook een beetje de essentiële verschillen tussen het visgerij voor het meervalvissen en het klassieke materiaal? Ik veronderstel veel zwaarder. Dat lijkt me logisch. Ja, dat is allemaal op voorzien. Als je op meerval gaat vissen, dan raad ik één ding aan. Zorg dat je aangepast materiaal hebt. En dat is niet alleen voor je materiaal, maar ook voor je vis. Je moet die vis daar proberen zo vlug mogelijk uit te krijgen, want die vechten hun eigen dood. Het gebeurt dikwijls genoeg dat een vis gevangen wordt, een grote, die dat een half uur een drill gehad heeft. Je wilt die terugzetten en dat die draait op zijn kant. Dat je daar een half uurtje mee bezig zit, eer dat die vis terug vertrekt, is niet zo van op. We zwieren die vis terug in het water en dat komt allemaal wel goed. Dan moet je even met die vis bezig zijn dat je kan recupereren. En dan komt dat allemaal wel in orde, maar je moet aangepast materiaal hebben. Zowel de haken, de draad, de hengels. Het is eigenlijk een gecombineerd geheel. En het voordeel van de meervalvisserij is ook, dat kost veel minder als bijvoorbeeld de karpervisserij. Dus omdat dat zo een selectieve visserij is, is de kostprijs veel minder als een andere visserij. Super. De nieuwe zuster hier geweest. Allemaal abonneren. Scooterfishing. Komt dik in orde hier.